welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer allemaal make-up testen. Dit is mijn Black Friday make-up. Ik heb een hele video gemaakt waarin ik al mijn Black Friday pakketjes heb unboxed. Dus bekijk die video nog even snel voordat je begint aan de video van vandaag. Al hoeft dat niet per se, maar dat is wel extra leuk. En als je die video al hebt gezien, nou dan ben je helemaal up-to-date vandaag. Ik heb in die video echt superveel pakketten unboxed waarvan het meeste make-up was. En een heleboel van die make-up ga ik vandaag uitproberen. Alles is dus helemaal nieuw en heb ik nog nooit opgedaan, getest. Gebruikt, whatever. En ik ben super benieuwd, want er zitten een aantal brands bij waarvan ik nog nooit iets heb geprobeerd. Dus echt helemaal nieuw. Dus I'm excited. Ik zit hier gewoon chill in mijn veel te grote oversized huistrui die ik gewoon altijd aandoe in huis. En ik dacht, whatever, ik ga daar gewoon een video in maken. Zijn we gewoon vandaag lekker chill. Dus laten we gewoon weer snel beginnen. Ik heb weer die irritante zon achter mij die schijnt, waardoor nou hier weer die lijn zit. Dus ja, als je denkt, waarom heb je een lijn achter jou? Nou, dat is dus door de zon. Nou, we gaan snel beginnen. Even kijken. Ik ga vandaag weer beginnen met de ogen, want het wordt weer heftige kleurrijke look. Een paletje die ik nieuw heb is de Huda Beauty Oranje Neon oogschaduwpalet. Je hebt weer in het oranje, roze en groen. Ik heb oranje en groen. Roze had ik niet besteld, maar die sprak mij niet aan. En ik ga vandaag de oranje proberen. Kijk hoe mooi. De groene ga ik sowieso ook nog op Instagram gebruiken en zo. Dus ja. Kijk hoe prachtig en fel deze kleurtjes zijn. Toen ik dit paletje zag, ik dacht echt gelijk, wauw. Dus ik kan niet wachten om in te gaan met dit paletje. Jullie weten, ik hou van heftige looks. Als ik zo naar die kleuren kijk, denk ik echt, wauwie, dus ik heb het lekker gematcht met mijn heftige oranje achtergrond. We gaan even inzoomen op mijn ogen en dan gaan we beginnen met de ooglook. Ik ga beginnen met het primen van mijn ogen met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Mensen, mijn wenkbrauwen zien er vandaag niet echt optimaal uit. Ik heb ze niet echt heel goed gedaan, maar ik had geen zin om overnieuw te beginnen. Oeh, dan ga ik in met het paletje. Het is zo'n cute oranje paletje. Het is zo heftig en zo cute en zo kleurrijk en zo... I just love it. Even kijken met welke kleur ik ga beginnen. Huda Beauty paletjes, tenminste de kleine, hebben nooit kleurnamen. Dus ik zeg gewoon steeds deze, deze, deze. Ik ga zoveel kleuren proberen te gebruiken als kan. Ik ga beginnen met deze lichtste kleur. Dit is een hele lichte oranje kleur. Oké, nou schijnt de zon zo op de lens, waardoor alles zo vaag wordt. Dus zien we die witte waas zo in beeld? Oh my god, just can we not? Ik moet hier echt iets aan doen. Dit wordt nou echt een probleem. Kijk, nou is hij goed, wanneer ik mijn hand ervoor doe. Maar wanneer ik mijn hand weghaal, boom. Oeh, ik heb het soort van gefixt. Oké, nou, dus die kleur van net breng ik gewoon zo aan in mijn hele arcadeboog. Zo, die kleur is nog best wel donker. Ik had hem echt veel lichter verwacht. Hij is gewoon echt oranje-oranje. Ik heb nou die kleur gepakt. Kijk hoe licht die lijkt in het paletje. Maar als je hem opdoet, is het gewoon echt best wel oranje. We gaan weer vandaag voor cat eye, dus ver naar buiten. De volgende kleur die ik gebruik is deze iets donkerdere oranje kleur. Breng ik hem ook gewoon nog aan met dezelfde kwast. Dan ga ik in met een beetje meer rood-oranje kleur. Die is ook mat. En ik blijf nou echt best wel laag, maar nog wel gewoon nog steeds in mijn arcadeboog. Oeh, ik vind het echt heel mooi. I like it. Ze blenden ook mooi in elkaar. En er is helemaal geen fallout. Kijk, ik ga er gewoon zo in. En er valt echt helemaal niks uit of zo. Het is gewoon helemaal oké. Dan pak ik deze donkere paarse kleur. Of ja, niet donker. Op zich is hij niet heel donker. Hij is wel heel fel. Dus het is een hele felle kleur. En nu pak ik een platte fluffy kwast. En deze kleur gaat dan in de buitenste hoeken. Ik bot vandaag lekker kleurrijk. Net een piñata. Nou, die kleur is ook lekker heftig. Hij gaat ook een beetje richting roze, zoals je kunt zien. Hier is hij wel meer paars, maar als ik hem aanbreng is hij meer roze. Maar dat komt ook door de kleuren die eronder zitten, want die mixen er dan doorheen. Maar ik vind het prachtig. I like it. Alle kleuren passen bij elkaar. Het zijn allemaal van die felle kleuren. Ja, ik vind het echt geweldig, jongens. Ik ga even snel met concealer een halve categorie maken. Oké, nou ga ik aan de slag met de felle kleurtjes, de glanzende kleuren. Ik ben van plan om die kleur en die kleur echt op mijn ooglid te gaan doen. En dan deze kleur in de binnenste hoek een beetje voor een extra groene pop of zo. Dus ik ga beginnen met welke kleur ga ik beginnen, jongens? Ik ga beginnen met de roze kleur. Ik hoop niet dat dit zo'n kleur is die je per se met je vinger moet aanbrengen, want niemand heeft tijd. Oh mensen, de zon komt weer een beetje, dus het beeld wordt weer een beetje die witte waas wat je steeds ziet. Maar
ja, meer dan wat ik nou net heb gedaan. Ik heb echt de meest ghetto manier gedaan, want dat raam heeft geen gordijn. En dat raam is echt heel erg hoog en schuin. Dus ik kan er ook niet even iets voor doen of zo. Dus ik heb een verzendzak gepakt en ik heb gesprongen en die op het raam geplakt. Maar hij zit net niet hoog genoeg, maar ik kom er niet bij, want ik ben niet heel lang. Dus ja, dit is wat ik heb kunnen doen. Dus ik heb echt mijn best gedaan. Ja, met een kwast brengt je niet heel fijn aan. Dat is heel vaak bij Huda Beauty ook schaduwen. Die moet je echt aanbrengen met je vinger. Maar jongens, ik heb een cat crease gemaakt. Dan is dat niet echt fijn. Ja, kijk, met mijn vinger komt er echt meer vanaf. Oké, daarnaast breng ik dan die oranje kleur aan. Doe ik dan ook maar met mijn vinger. Kijk, doordat ik het met mijn vinger moet doen, komt er helemaal zo oogschaduw uit mijn cut crease. Super annoying. Ik wil gewoon mijn kwast gebruiken. Ja mensen, de zon komt weer helemaal in beeld. Oh my god, ik word gek. Negeer even deze witte waas. Ik weet, het is echt super annoying. Ik ga weer even terug met deze matte kleur. Dan blend ik die een beetje in met de glanzende kleur hier in de hoek. En dan ga ik als laatste in met de groen-gelige, felle, glanzende kleur. Zo, ik heb dus die groenige kleur hier in het begin gedaan en hier zo in mijn binnenste ooghoek. Ik moet zeggen, ik vind de glanzende kleuren echt oprecht een beetje annoying. Maar goed, ik ga ook even dit oog doen en dan gaan we verder. Mensen, I'm not so amused. Ik ben niet zo blij. Oh my god. Die matte kleuren, geweldig, super fel, blenden goed, mooi mat. Maar die glanzende kleuren, ik vind, je moet ze echt aanbrengen met je vingers. Met een kwast komt er echt letterlijk bijna niks van af. En ook met mijn vingers moest ik het echt super vaak aanbrengen. Ik vind ze ook niet heel erg heftig. Ik wil ze net zo heftig hebben als die matte kleuren en dat zijn ze gewoon niet. Het kost me super veel werk. Ik ben hier helemaal uit de cut crease gegaan. Hier ook een beetje, want het wilde gewoon allemaal niet lukken. En ik heb er echt lang over gedaan. Je kunt ook zien al de glanzende kleuren, hoe diep ik erin ben gegaan. Die het beste deed was de groenige kleur. Die bracht op zijn minst nog een beetje heftig aan. Maar die andere twee echt bijna niet. Dus ik vind het echt too much work. En dit paletje is 30 euro. En in principe, ik raad echt alleen maar de matte kleuren aan. Dus ja, ik vind het echt niet waard helaas. Als mascara heb ik de L'Oreal Volume Millions Lashes Mascara. Ik ga die even proberen. Hij is zo mooi goud. Ik hou van goud en zwart. Dit is de verpakking. Heel erg mooi. En dit is hem dan. Een beetje bollig en lang. Bollig. Even zien wat hij gaat doen voor mijn mini wimpertjes. Nou mensen, let vooral niet op mijn wimpers. Ik heb er echt bijna geen. Ik vind een oké mascara. Als iemand hem aan mij zou geven, dan was ik er blij mee geweest. Ik heb hem ook soort van gehad in een mystery box. Ik zou hem persoonlijk niet echt gaan kopen, want Essence mascara's zijn even goed. En een aantal zelfs nog beter voor een minder dure prijs. Dus ja. That's my opinion. Ik heb ook nieuwe nep wimpers van Queen Tarsi. Heb ik hun Jasmin wimpers. Deze hebben ze al lang, maar ze hebben hem veranderd. Nou is het een beetje in een ander soort stijl. Ik zal even deze domme verpakking eraf halen. Kijk, dit is hoe ze nu zijn. En ze hebben ze dus iets meer wispy gemaakt. En echt veel beter dan hoe ze waren. En die van het begin waren al mooi. En ik vind ze nu echt nog mooier. Dus ik ga ze even proberen. Want ja, ik heb ze nog niet geprobeerd. Ze zijn lekker heftig en lang ook. Dus die ga ik even opdoen. Oké, we zijn weer uitgezoomd. Ik vind de wimpers mooi. Ze zijn alleen niet zo heftig op mij. Maar dat probleem heb ik altijd. Ik heb hier best wel veel plek, waardoor heftige wimpers altijd minder heftig worden wanneer ik ze opdoe. Terwijl wanneer iemand anders ze opdoet, komen ze gewoon tot aan de wenkbrauw. Maar ik weet niet wat ik ervan vind. Ze stellen wel een beetje teleur. Ik had ze iets beter verwacht in mijn hoofd. Dus mensen, het gaat vandaag niet zo goed. Alles stelt teleur. What the F? Nou, ik ga mijn gezicht primen. Ik heb hier de NYX Honey Dew Me Up Primer. Die schijnt heel goed te zijn. Iedereen vindt die super fijn. Vooral voor mensen met een droge huid kennelijk. Nou, ik heb normaal tot droog. Dus dan zou die ideaal moeten zijn voor mij. Ik vind de verpakking echt prachtig. Net echte honing. Dan heeft hij zo een spatel. Het voelt echt geweldig aan. I like it. Oeh, het ruikt een beetje mintachtig. Oh mensen, ik heb iets te veel aangebracht. Oh, ik heb echt way too much aangebracht. Mensen, breng niet zoveel aan als wat ik nou heb gedaan. Oké, okay. Nou dat heb ik dan ook weer snel geleerd. Het voelt heel fijn aan, het ruikt heel lekker. Ik denk dat ik wel begrijp waarom iedereen hem zo fijn vindt. Hij plakt ook lekker. Lekker zo sticky. Omdat ik nou dus die test ga ik een foundation opdoen die ik al ken en al goed vind. Dus mocht er iets vreemds gebeuren op mijn gezicht, dan weet ik dat het ligt aan dit product. Ik ga voor mijn Fenty Beauty in de kleur 240.
Oké, nou, het is er gewoon helemaal mooi smooth opgegaan. Het enige wat me opviel was dat het nou iets minder goed blende, want deze is best wel plakkerig. Dus ik denk dat je nog eventjes moet wachten totdat hij echt goed is opgedroogd. Maar in principe is het gewoon heel mooi. Ik vind hem echt super fijn tot nu toe. Ik heb wel een concealer van MAC. Heb ik de Studio 24 Hour Concealer. In de kleur NC30. Die kleur heb ik gewoon online gegokt. En dit is de concealer. En die zou 24 uur lang goed moeten blijven zitten. Ik ben benieuwd. De kleur lijkt oké. Oh ja, de kleur is perfect. Hij is wel een beetje licht, maar op zich is hij oké. Hij voelt een beetje droog aan. Nou, hij voelde een beetje droog aan en hij droogt ook super snel op. Dus je moet een beetje snel blenden, maar op zich hij blende gewoon verder prima in. Het heeft een medium dekking, niet een volledige dekking. Ik persoonlijk zou toch iets meer dekking willen. Ik ga lekker gewoon iets meer aanbrengen en dan zien wat er gebeurt. Ja, nou heeft hij iets meer dekking. Ik weet nog niet heel goed wat ik ervan vind. Dan losse poeder. In de Black Friday heb ik geen losse poeder gehaald. Of ja, ik heb wel die van Huda Beauty besteld. Alleen die is niet nieuw, die heb ik al. Dus ik wilde toch even een andere poeder in gaan knallen. Die ik niet in de Black Friday heb gehaald. Maar die is wel nieuw. En ik heb zoveel comments gehad of ik die kan gebruiken. En dat zijn de nieuwe losse action poeders. Dus ik ga die er gewoon vandaag even bij knallen. En dit zijn de poeders. Je hebt ze in 3 kleuren. Ik heb ze alle 3 omdat ik ze gewoon altijd krijg opgestuurd. Je hebt dus hier de kleur 160. 67 Soul Ivory. Dat is een beetje een hele lichte roze kleur. Die heb ik 1 keer gebruikt, lang geleden. Maar ik heb niet echt opgelet wat ik er nou echt van vond. Dus ja. Dan hebben we de iets donkerdere kleur 169 Warm Hazelnut. En die is dus een stuk donkerder. Die gaat te donker zijn voor mij. En als laatste de, volgens mij, donkerste kleur, of niet? I'm not sure. De kleur 168. Natural Honey. Die is iets lichter trouwens. Deze kleur, die is een beetje meer lichtgeel. Ik denk dat deze kleur ideaal gaat zijn voor mij. Dus ik ga die gebruiken. Oh nee, hij is best wel donker. Oh my god. Oh my god, ik heb overal geknoeid. Ik vind het dus wel jammer dat het niet echt een hele lichte beige kleur is. De lichtste kleur is met een roze ondertoon. En dat is echt zo niet mijn kleur. Ik had precies die kleur gewild, maar dan een stuk lichter. Maar ja, dat is er niet. Dus ja. Ik ga gewoon deze kleur gebruiken. Dat is dus Soft Ivory. Mensen, er is echt poeder overal. Dat gebeurt echt altijd, jongen. Zo irritant. Nou, het bracht prima aan. Ik ga het er gelijk afhalen, want mijn huid is droog. Oké, de poeder blijft een beetje plakken, zoals je hier kunt zien. Ik moet wel zeggen, de concealer eronder was wel echt droog. Dus ik weet niet of het ook een beetje daaraan ligt. Kijk, je kunt zien dat hij echt zo plakt nog aan mijn huid. Het is niet mooi smooth. Hier heb je ook van die vlekjes en zo. Dat is niet zo mooi. Ik vind de poeder mooi. Ik vind hem niet super slecht, maar ook absoluut niet heel goed. Ik heb er nou wel echt mee gebaked. Misschien is het gewoon niet ideaal om mee te baken. Want ik vind wel dat hij mooi mat maakt en mooi dekt. Ik ga gewoon nog een beetje pakken gewoon zo met mijn kwast. En dan breng ik het gewoon zo aan over mijn hele gezicht. Hij is wel heel mooi velvetachtig, mat en zo. En mensen, hij is maar 1 euro. 10 euro. Dat is echt belachelijk goedkoop. Ik ga even snel mijn gezicht contouren. Ben zo terug. Oh mijn god, mensen. Ik heb mijn gezicht even snel gecontourd. Hier mijn neus. Ik heb een fixing spray aangebracht. En ik ben nou een stuk blijer met mijn gezicht. Echt, fixing spray van MAC is echt de shit. Net was ik een beetje unhappy. Want het was allemaal net niet zoals ik het zou willen. En ik wist niet precies aan wat het nou lag. Maar nou ik heb gecontourd en een beetje fixing spray heb aangebracht. Is het allemaal veel beter en geheel geworden. Dus ja. I'm good now. Ik doe even een nude oogpotlood in mijn waterlijn. Dan ga ik weer in het paletje. Even kijken. Ik ga deze kleur aanbrengen op mijn onderste wimperrand. En deze kleur ook. Ik breng eerst die aan en dan blend ik het met deze. Ik ga niet helemaal naar binnen. Ik ga tot ongeveer iets over de helft tot hier. En dan wil ik de ooglook nog gewoon ietsje heftiger maken met een product die ik al heb. En dat is de LA Splash Eyeliner. In de kleur Whimsical. Deze is zo fel geel glitterig. En die breng ik aan zo hier waar ik geen oogschaduw heb gedaan. Kijk hoe mooi dat is. Dan nog wat mascara op de onderste wimpers. Ik heb helaas geen nieuwe bronzer. Dus ik gebruik mijn Primark Bronze Glow bronzer. Dit is een matte bronzer in de kleur Fearless. Ik weet niet eens of die nog te koop is. I'm not sure. Maar als die er nog is, ik vind hem heel fijn. Nou komt het merk die ik nog nooit heb gehad en nog niks van heb geprobeerd. En dat is Kylie Cosmetics. Ik heb hier haar blush. Oh mijn god, ik ben zo enthousiast. Dit is in de kleur We're Going Shopping.
En ik heb heel veel goede verhalen gehoord over haar blushes. Mensen vinden ze allemaal heel fijn. Dit is de verpakking. Roze met haar naam erop. En het is een beetje een oranje peachy blushje. Het is gewoon een matte blush, dus die ga ik even gebruiken. Oh wauw, prachtig. Kijk hoe mooi die kleur is, jongens. Ik snap waarom mensen haar blushjes zo fantastisch vinden. Ik vind hem ook echt mooi. Hij is ook perfect gepigmenteerd. Hij is niet te veel gepigmenteerd, maar ook weer niet te weinig. Het is gewoon perfect gedaan voor een blush. De kleur is heel mooi. Hij verspreidt ook heel mooi op mijn huid, waardoor ik niet zo'n blushlijn krijg. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mocht je ooit de kans hebben om haar make-up te kunnen halen, haal deze blush. Echt geweldig. De kleur past ook echt bij elke look. Ik vind hem echt heel fijn. Ik had hem besteld. Toen had zij 1 dag worldwide free shipping. En dan als je onder de €22 blijft per pakketje, dan hoef je geen douane niks te betalen. Maar ja, normaal moet dat wel als je over de €22 betaalt. Dus ja, mocht je toch gewoon willen en dan toch gewoon willen betalen en ook gewoon de douane ervoor over hebben, dan is de blush het zeker waard. Ik heb van NYX Cosmetics Born to Glow highlighter. Heel mooie lichte champagne kleur. Dit is in de kleur Chosen One. Hij is zo heel klein en schattig. Even swatchen. Oeh, mooi goud. Dit zijn altijd mijn favoriete kleuren. Zo licht champagne met een tintje van goud er doorheen. Vind ik altijd geweldig. En ook lekker betaalbaar. Wauw. Oh my god. Super mooi. Dit is wel van hun Born to Glow collectie. Volgens mij is dit een limited collectie voor de feestdagen. Dus als je hem nog wil, moet je hem snel halen. Douglas.nl heeft hem gewoon. En daar betaal je nooit verzending. Dus ideaal. Deze, ik raad hem zeker aan. Echt heel mooi. Echt wauw. Oh mijn god, ik ben zo blij met mijn gezicht. Ik had dat zo niet verwacht toen ik de concealer en de poeder aan het doen was. Ik dacht echt, oh my god. Maar het is toch nog mooi geworden. Voor de lippen heb ik ook 2 producten van Kylie Cosmetics. Waar ik super enthousiast over ben. Want ik heb hier haar matte liquid lipstick. En dat is echt haar ding waardoor zij zo bekend is geworden. Ik heb de kleur Candy K. Dat was 1 van haar eerste 3 liquid lipsticks. Het is een beetje een nude kleurtje. En die ga ik combineren met de Kylie High Gloss. Want ik ben nooit zo van de matte lippen. Want mijn lippen zijn altijd heel droog. Dus ik wil er altijd een glossje op. Dus ik had die erbij gehaald. In de kleur Oh You Fancy. Dit is ook een beetje een nude kleur. Maar met een glitter er doorheen. Want dat vind ik altijd wel mooi. Ik hou altijd van glitter. Dus ik ga deze even met elkaar combineren. Ik gebruik geen lippotloodje eventjes. Normaal zou ik dat wel doen. Maar dat beïnvloedt toch een beetje de kleur. En ik wil echt de kleur laten zien. Dus ja. Vandaar. Nou, dit is dan de liquid lipstick. Prachtige roze nude kleur. Ik persoonlijk zou hem wel met lippotloodje gebruiken. Want ik vind hem net een tikkeltje te licht voor mijn huidskleur. Dus ik zou er wel een ietsje donkerdere kleur lippotloodje omheen doen. Maar in principe kan ik hem zo ook dragen. Het is gewoon een matte lipstick die gewoon aanvoelt als een gewone normale liquid matte lipstick. Niks raars. Ik ga even deze gloss eroverheen aanbrengen. Deze gloss is ook echt prachtig. Die applicator is echt huge. Ik zal hem een beetje swatchen op mijn hand. Maar ja, je kunt het toch niet echt zien. Kijk, dit is dan de gloss kleur. Een beetje peachy met glitter. Oeh, dat is heel veel glitter. Mooi. De gloss is heel mooi. Hij voelt heel dikkig aan. Je moet daarvan houden. Ik denk niet dat iedereen daarvan houdt. Het is heel glossy. De naam is ook High Gloss volgens mij. Even kijken. Ja, High Gloss. Dus lekker veel gloss. En dat is ook echt. Het plakt een beetje. Het is niet mijn favoriete gloss formule. Daar ga ik gewoon heel eerlijk in zijn. Ik vind hem wel heel mooi. Heel glossy. Als jij iemand bent wiens haar heel te valt in het gezicht. Dan vind je hem vreselijk. Want je haar gaat hier gelijk in plakken. Maar ik heb dat persoonlijk nooit. Ik vind de Jeffree Star glossjes beter. Dus als je toch wat geld wilt spenderen aan een gloss. Dan zou ik die van hem halen. Maar ja, het is niet mijn favoriete gloss. Qua fixing spray. Ja, ik had bij de Black Friday de NYX Dewy Finish Fixing Spray besteld. Maar ik heb die al ooit gehad en helemaal opgemaakt. Ik vind die echt geweldig. Dus die is in principe niet nieuw. Maar ik ga hem toch gewoon gebruiken dan maar vandaag. Nou, de look is helemaal klaar. Ik ben uiteindelijk toch heel erg blij met hoe de look is geworden. Vooral mijn huid. Want oh mijn god, ik raakte echt even in de stress. Maar ja, ik vind het toch wel heel erg mooi. Ik ga even
snel van alles vertellen wat ik er nou van vind. Ik had eerlijk gezegd van tevoren verwacht dat ik alles goed zou vinden, maar dat is toch een beetje tegengevallen. Ik ga beginnen met dit Huda Beauty paletje. Prachtig paletje, de look is heel mooi, maar ik ga hem niet aanraden omdat de glanzende kleuren echt een pastijtje werk waren. Het was zo irritant dat ik gewoon lichtelijk geïrriteerd werd terwijl ik het aan het opdoen was. En ja, en dat is niet de bedoeling. Ik vind de matte kleuren wel heel mooi, maar voor de hoge prijs, ja, vind ik hem niet waard. De mascara, mwah, Essence is beter. De blush van Kylie Cosmetics, geweldig. Oh my god, mocht zij ooit nog zo'n actie hebben van dat er weer free shipping is worldwide, dan ga ik zeker nog twee andere kleuren of zo erbij doen, want ik vind ze echt geweldig. De gloss, ja, ik heb het al net gezegd, niet mijn fave, maar ja, whatever. De matte liquid lipstick vind ik wel heel fijn. Hele mooie, fijne matte liquid lipstick. NYX Born to Glow Highlighter, geweldig. Geweldig. Nu al één van mijn faves. De NYX Primer. Heel fijn, maar laat hem wel opdrogen, jongens. Ik was toch iets te snel ingegaan, waardoor alles daarna iets minder goed blendde. Maar ik raad hem wel aan, want ik vond hem wel heel fijn voelen op de huid. De Max & More Action Poeders. Ik zou er niet mee gaan baken. Ik heb er mee gebaked en je had gezien dat het hier zo bleef plakken en zo. Het is niet echt een baking poeder, naar mijn mening. Maar voor een all-over poeder, of als je gewoon een beetje aanbrengt hier onder je ogen, wat ik ook vaak doe. Het heeft een hele mooie natural velvet finish. Ja, ik vind hem wel heel mooi. En vooral voor 1 euro, ik vind hem echt absoluut niet slecht. Ik had laatst die van Revolution en die kostte een stuk meer en die was gewoon ronduit slecht. En deze zijn nog best oké, dus ja, ik raad ze wel aan. De MAC Concealer, deze ga ik nog eventjes wat vaker gebruiken. Ik denk dat hij sowieso beter is voor mensen met een vettige huid, omdat hij dus zo droog aanvoelt. Het is een oké concealer, maar ik moet hem toch nog even iets vaker gebruiken. Maar ik vind hem niet slecht, maar ook niet heel goed. Dat was het dan. Ja, en de wimpers zijn gewoon heel mooi. Maar op mij niet heel heftig. Tenminste, dit vind ik niet heel heftig. Nou, ik hoop dat iedereen weer heeft genoten van de video en er weer iets aan heeft gehad. Let me know beneden in de comments. Als je geniet van mijn video's, vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!